wie vertegenwoordigt ons land in Armenië? Welkom in de vierde en laatste voorronde van Junior Eurosong. De kei vet coole juniors van 2011. Hier is Christine. Een zeer goede avond allemaal. Het is al vreselijk spannend geweest. Maandag won Alexandra, dinsdag Femke en woensdag Naomi. Zij gaan naar de finale. Enkel onze stoere boys Vince en Flor moeten nog aan de beurt komen. Wie wint er vandaag en wie is dus de allerlaatste finalist die morgen meestrijdt voor een plaats op het grote podium in Armenië? Dat weten we straks. Morgen, tijdens die finale, neem je best je jurypakket bij de hand, want je mag meestemmen via sms of de rode knop. Maar vandaag is het nog altijd de vakjury die beslist wie naar de finale gaat. Ze zitten trouw op post. Tom Dijs, Eva Daleman en onze juryvoorzitter Miguel Wils. Tijd voor onze eerste kandidaat en dat is Vince. Vince, jouw carrière op het podium begon als misdienaar. Dat moet je toch eens uitleggen. Ja, inderdaad. Dat was bij de musical dance. Amai, al heel wat podiumervaring dus ondertussen. Vince, wij hebben voor jou ook een toitje. Jij mag het open doen. Haal het er maar uit. Dit zijn, beste Vince, drumstokjes, maar het zijn tegelijkertijd eetstokjes. Eet jij graag Chinees? Ja, ik eet dat heel graag. Voilà, dan kan je vanaf nu Chinees eten met drumstokjes. Vince, ga maar op het podium staan. En ik zou zeggen, geef er een lap op. Zijs is 14 jaar en komt uit Hasselt. Hij speelt piano, drum en gitaar en deed mee aan musicals zoals Oliver en Daans. Maar hij ontdekte sinds kort ook de rocker in hem. Hier is Vince met zijn eigen vrijheidslied Freedom. Hey, hey. Er is alweer niks op de bij.
wakker weer, maar ik zit thuis. Hey! Oh, als dit nog lang duurt, kruip ik uit het raam. Weg met die dagelijkse sleur. Eva, wat vond je van onze Vince? Wel, dit is het liedje dat ik nog de hele avond ga neurien, denk ik. Want het blijft zo in mijn hoofd steken. Nu, het is een liedje over vrijheid, Vince. En voor mij mocht het allemaal nog een beetje meer ballen hebben. Zo. Nog een beetje meer pit op dat podium, een beetje meer rock and roll. Ik vond het niet slecht, echt waar niet. Want met dat vuistje, dat vond ik heel tof. Maar het mocht nog iets meer hebben. Tom, vond jij dat ook? Of heb jij een andere mening? Half en half. Ik vind het heel goed gezongen. Want dat valt niet op omdat je een lage stem hebt. Maar ik heb er niet naast horen zingen, dus dat is heel positief, zeker als je in een liveshow zit. Zorg wel dat we goed je ogen blijven zien en je glimlach, want die vergeet je soms eens. Ik heb je dat eens gezegd, dat je een heel mooie glimlach hebt, dus vergeet dat niet. En het is een super nummer. Oké, dankjewel Tom. En tenslotte, Miguel. Ja, ik vond de act wel overtuigend. Ik vond het een geweldig nummer. En wat ik denk dat een goede troef zou zijn, want we mogen niet vergeten, we gaan toch naar een internationaal zangfestival. Ik kan me niet voorstellen dat andere landen zo'n stoer nummer zouden kunnen hebben. Dus... All right, dankjewel. Dus denk ik dat we daar kans maken. Ja. Tijd voor onze volgende kandidaat. En dat is Flor. Liefste Flor, jij staat vandaag tegenover een zeer goede vriend van jou. Vince, hoe voel je daarbij? Dat is niet zo evident, maar hoe moeilijk het ook is, we blijven vrienden. Hè. Het zou wel zijn, zeker. Zeg Flor, zo onder ons, volgens mij krijg je als junior veel aandacht van de meisjes. Hoe is dat? Ja, ik vind dat zeker leuk. Het is gezond, hè. Dus, Gezonde aandacht. Flor, ik heb voor jou ook een toyke meegebracht om jou succes te wensen op het podium. Kijk er maar eens in. Het zijn veters met pianotoetsen erop, want onze Flor speelt ook piano. Dus voilà, vanaf nu zit de muziek zelfs in jouw schoenen. Flor, ik zou zeggen, man, geniet van jouw moment, want het is zover. Ga het podium op. Geef er een lap op.
Richard is 13 en komt uit Westhoeter. Flor heeft veel hobby's. Wakeboarden, zwemmen, vissen, voetballen. Maar eentje springt eruit en dat is muziek maken. Hij doet dat het liefst op zijn muziekzolder met zijn broer. Hier is Flor met Ze is nog niet van mij. Ze is nog niet van mij, maar ik ben weg van haar. Tot tijd dat ik iets doe, ik zeg er wat ik voel. Ik weet alleen niet hoe, mijn mond blijft toe. Ik wacht op het moment, als je even alleen bent. Het hangt er rond je heen, je bent nooit echt alleen. Hoe vertel ik het jou? Tell you good to graag ik haar mag. Wat het met me doet, telkens als ze lacht. Het wordt tijd dat ik iets doe, ik zeg haar wat ik voel. Ik weet alleen niet hoe, mijn mond blijft toe. Ik wacht op het moment, als je even alleen bent. Het hangt me rond je heen, je bent nooit echt alleen. Hey, is alles wat ik zei, hey, niet meer kwam eruit. Hey, en ze liep me voorbij. Hey, ze is nog niet van mij. 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 Hey. Ondertussen eigenlijk al van jou? Voorlopig nog niet, maar daar werken we wel aan. Kan nog gebeuren, hè. Flor, is de jury ook van jou? Dat gaan we nu te weten komen. Eva, beginnen met jou. Wel, Flor, je zingt over een meisje dat je heel graag zou willen hebben. En ik had dat graag een beetje meer in je ogen gezien, dat je ze heel graag wou. Een beetje meer je gezichtsexpressie. Nu, ik moet wel toegeven, als je een paar jaar ouder was geweest, dan was ik wel van u. Hola, hola. Dat is leuk om te horen, denk ik, Flor. Ja. Miguel, voel jij hetzelfde voor Flor? Flor, ik heb hier op de monitor gekeken. Jij spat van het scherm. Je hebt ongelooflijke star quality en een ongelooflijk tof gezicht op televisie. En ik hou heel erg van jouw mooie stemkleur. Ik vind dat jij een heel grote toekomst hebt. En je hebt nu ook een puikenprestatie neergezet. Oké, dankjewel, Miguel. Aan toevoegen. Ik vind, je hebt een coole stem, een cool nummer. Je bent een coole gast. Ik ken er iemand die heel goed gaat onthaald worden in zijn klas volgende week. Oké, dankjewel, vakjury, voor jullie alweer professionele mening. Flor, we zijn er door, hè, man. Maar het ergste moment moet natuurlijk nog komen. Het is zover. Er gaat een beslissing genomen worden. Er staan hier twee stoere jongens voor mij. Ook twee goede vrienden van elkaar. Ze gunnen het elkaar enorm hard. Maar wie gaat er als allerlaatste door naar de finale? Miguel, vertel het ons. Ja. Christine, het zijn twee super getalenteerde gasten.
Ze hebben twee totaal verschillende stijlen gebracht, wat het voor ons niet makkelijk maakt. Het hele pakket is belangrijk. Het wordt een jongen. De jury kiest als laatste finalist... Straf. Ze zijn vooral helemaal weg van jouw stem en Eva Daleman ziet jou volledig zitten. Ik zou dat vooral onthouden. Voilà, we kennen de vier finalisten. Vince, Naomi, Femke en Alexandra. Morgen om 6:30 is er de superspannende live finale waarin jullie thuis gewoon kunnen meestemmen. Meer informatie vind je op ketnet.be. Wees op post en heel graag tot morgen.